Welkom bij de 9 maanden update van onze grote verbouwing. 9 maanden geleden, bijna 10 maanden, maar ik was druk, ja. Ongeveer 9 maanden geleden hebben we een huis gekocht. En we zijn flink aan het verbouwen, we hebben van alles nog wat veranderd en we zijn er nog niet. We moeten echt nog wel eventjes, maar het is leuk om even te laten zien waar we begonnen, wat we allemaal gedaan hebben en waar we dus nu zijn. En ik ga beginnen buiten, want daar begon ik mijn aankoopvideo ook, dus... We gaan even de deur uit. De tuin is grandioos veranderd. Dat is niet als prioriteit, dat komt zo. Dit is de deur. Dit is de achterdeur. Dat is eigenlijk de hoofdingang, wat eigenlijk niet zo is. Maar... Okay. Eigenlijk een beetje de achterdeur die wij als waarschijnlijk voornamelijk zijn deur gaan gebruiken wanneer we hier wonen. Je ziet al veel zooi. Het valt mee. Het was een paar maanden geleden was dit echt veel erger. Nu is het dit. Een paar maanden geleden lag dat ook vol en lag dat ook vol. Dat is nu niet. Oh ja. Ook nog. Dus hier zie je, we hebben flink wat veranderd. We hebben namelijk hier een uitbouw gezet. En, voor als je het misschien niet zag, we hebben daar aardig wat zonnepanelen neergelegd. Dus we zijn lekker stroom aan het opleveren momenteel. Er zit nog geen glas in, dat klopt. Dat zie je vast bij de volgende update wel. We gaan door de deur heen. En dan komen we binnen in wat de hal slash technische ruimte gaat worden. Zo, we hebben hier wordt technische ruimte, die kant. En je ziet al het een en ander hangen. We hebben namelijk al een omvormer hangen voor de zonnepanelen en een battery hub. Zoiets heet volgens mij. Dat is volgens mij dat klein dingetje. Die is nog niet aangesloten. Dit is de warmtepomp. Ook nog niet aangesloten, maar hangt al vast, want hoeft hem niet te verplaatsen. Dit is expansievat. We hebben hier een accu in staan. Die moet ook nog zijn plekje krijgen. En dit is de vloerverwarmingverdeler, want we hebben vloerverwarming gelegd. Ook nog niet aangesloten verder hoor. Maar zoals je misschien kan zien is de vloer anders. Het was een houten vloer. Daar komt kastenwand. Maar we hebben hier dus... dit is dus uitbouw. Dit was er niet. Er stond hier wel een klein hokje. Dat was kleiner dan dit. Maar dit was er nog niet. We hebben stopcontacten. We hebben licht. Dat is natuurlijk even tijdelijk. Dus we zijn bezig met stroom. Schakelaars en dergelijke. Allemaal ook. Dan lopen we door. Hier hebben we een kozijn neergezet. En de vloer hebben we dus... Ja, we hebben echt heel veel gedaan. Dit stuk, de keuken, was op zand gestort. Dus we hebben de vloer eruit gehaald. Helemaal uitgegraven. En daarna hebben we er balken gelegd. Betonnen balken. En dan hebben we er broodjes gelegd, piepschuimenblokken. Daar hebben we beton over laten storten. Daar hebben we vloerverwarming opgelegd. En daar is nu de cementdekvloer opgekomen. Dat is het meest recente. Dus dat is deze mooie vloer. En hierop moeten we nog gaan tegelen. Maar eerst moeten we even uitharden. Dit wordt keuken. Dit was... Hier stond een muur. Deze muur gaat eruit. En eigenlijk gaat alles eruit. Dat was een deur. Niet meer. Dit is dus keuken. We hebben flink geïsoleerd. Hier zie je 18 met 10, 28 centimeter. De kozijnen gaan we vervangen, maar niet nu. En triple glas gaat het inderdaad worden. Het plafond is uitgeracheld, zit de buizen voor de WTW warmteterugwinning systeem in. En dat gaat ervoor zorgen dat het huis goed geventileerd wordt. Omdat we zo goed geïsoleerd hebben is het wel belangrijk. Hier komt keuken. Wateraansluiting zit al, super tof. Keuken, 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 keuken. En... Ja, dat. Hier was een raam, want dat was de buitenmuur. En dat raam zit nu daar. Maar we hebben uiteindelijk besloten om toch alle kozijnen te laten vervangen. Dus ja, dit hebben we dus allemaal zelf gemetseld. Binnen- en buitenmuur. Deze heeft ook dikke isolatie. Deze heeft 18 centimeter isolatie. En er een tijdelijke airco, dus bouwverwarming. Dit wordt eetkamer. En dat blijft open. Dit is onze woonkamer. Hier hebben we dus ook de hele vloer vervangen. Wanden geïsoleerd, voorzetwandje. Nog meer ramen. Dit wordt... En zithoekje, kan je lekker in de veranda zitten. Daar heb ik echt, wil ik heel graag. En een kast eromheen, kan je lekker een boekje lezen. Hier hebben we een kast. Dit is ook wel grappig. Ik heb er nog niet eens in gekeken. Dit is gewoon een random kast. En nu zijn we hier bezig met stroompunten, zodat we het dicht kunnen maken. Maar we moeten ook nog kijken voor buiten, want daar willen we ook het een en ander qua verlichting. Al deze kozijnen gaan we ook vervangen. Deze deur hebben we wel gehouden. Er zit nu een kozijn in. Ja, prachtig. Hier, een beetje donker, maar hebben we dan. En achter deze kast zit de wc. Dus als we die kast weghalen, dan dachten we, dan heb je weer beenruimte.
in de wc. Want nu heb je hier gewoon, dat is de kast. Dus dat weg en dan heb je een kast met een roze wc-bril. Ons wc-hoekje, die hebben we vergroot vergeleken waar die eerst stond. Het eerst stond de muur daar en nu staat hij hier. Hier komt dus wc. Verder niet heel veel bijzonders. Dit is een beetje de snelweg van de warmteterugwinning. Moet nog gebeugd worden en dergelijke, maar dat komt goed. En hier hebben we de trap vervangen. We hebben een trap, die hebben we ook heel lang niet gehad. Dat was klimmen met stijgers, maar we hebben een trap. En hier zit dan een kozijn, want hierachter komt ook van alles nog wat. We hebben de meterkast vervangen. Heel groot is hij nu, prachtig. En onder de trap komt uiteindelijk een waterontharder. Dat ding, prachtig. Nieuwe voordeur. De hal voordeur die dus eigenlijk niet gebruikt wordt. En een trapkast ding die een klein beetje naar beneden loopt, maar niet de hele kelder. Dan naar boven. Ja, ja. Nog ook zonder glas. Wie heeft een haakje aan de voordeur gehangen? Dit moet nog verder worden afgetimmerd. Ook dit hebben we natuurlijk geïsoleerd. Alle buitenwanden zijn geïsoleerd. En dan gaan we de trap op. Dit moet ook nog afgetimmerd worden. Hier hebben we ook vloerverwarming gelegd. En daaronder luisplaten. En ja, cement dekvloer. Dit is prachtig. Dit is een hal. Hier stond een trap, geloof het of niet. Hier stond de trap naar boven. Die is nu weg. Dat heeft allemaal reden. Dit was de badkamer. Wordt een washok. Met vloerverwarmingverdeler voor boven. En hier komt dan wasmachine en droger in een kast. En, nou, er zit een washok. Dan hebben we aan de andere kant en hebben we van twee kamers één kamer gemaakt. Daar zat namelijk nog een deur. Dit wordt namelijk een kantoor. Aangezien mijn vriend een eigen bedrijf heeft, was dat wel eigenlijk nodig. En we hebben hem gelijk groot gemaakt. Heel veel stroompunten voor computer en dergelijke. En hier hebben we ook een nieuw kozijn. Want we hebben een uitbouw gebouwd en die heeft nogal wat isolatie aan de bovenkant. Dus past de normale deur er niet meer in. Ik zal het even laten zien. En dan hebben we buiten vloerverwarming liggen. En daar staan de panelen voor de zonneboiler. Nog niet aangesloten. Dan lopen wij door naar de hobbykamer, oftewel mijn kamer. Waarom hobbykamer? Want hier ga ik mijn hobby's uitvoeren. Dus deze kamer vind ik het meeste aflijken, omdat die maar van de vier wanden zijn er drie afgewerkt met hout. Dus dit is de hobbykamer. Wat ik hier ga doen is schilderen, tekenen, verder met mijn poppenhuis waar ik ruim een jaar geleden, anderhalf jaar geleden mee begonnen was. En nog steeds niet af is en nu geen tijd hebben omdat mijn huis aan het verbouwen zijn, het poppenhuis in het groot. Dus ja, ik ga deze kamer hopelijk heel goed gebruiken. Ik moet nog een beetje denken om te gaan indelen, maar dat komt vast wel goed. Loop ik door, loop ik naar de badkamer. De badkamer heeft even ineens andere verlichting, want overhang van die tijdelijke verhuis lichten eigenlijk. En hier hebben we, gaan we spotjes ophangen. Dus hier hangen even tijdelijk al de spotjes. Natuurlijk nog niet weggewerkt in het plafond, want het plafond heeft nog geen gipsplaten. Indeling hebben we nog 100 keer veranderd, maar weten we nu. Je hebt namelijk hier een bad. Nu kan er niet meer veranderd worden, want daar komt de kraan van het bad. Daar komt de afvoer van het bad. Dus kan je lekker naar buiten kijken. Hier komt een wc te hangen. En hier komt een douche. Dit hebben ze helemaal netjes aflopend afgesmeerd. En we hebben al besloten dat daar de douchekomp komt. En daar komt een handdouche. En een bedieningspaneel. En hier komt ons wastafelmeubel. Komt hier tussen. En dan is het nog met goede platen gipsen. Dan tegelen. Dat is het eigenlijk voor de badkamer. We gaan hier niet echt verder stukken of dergelijke. We gaan gewoon tegelen. Dan hebben we nog één verdieping te gaan. De zolder was een onbruikbare ruimte. Ten eerste, de trap staat echt in het midden van de zolder. Dus dat was al minder handig. Die beleidingen over de vloer. Als in echt zo'n stuk omhoog. En dan liepen daar allemaal leidingen. Dus daar kon je niks mee doen, want je kon er amper lopen. En het was niet geïsoleerd, het dak. Er zat wel van die platen op. Van die spaanplaten, zeg maar. Waardoor je heel veel ruimte miste. Maar daartussen zat niks. Geen isolatie, niks. Al die buizen kunnen weg. Gasmeter is al weg en zo. Hier hebben we ook, dit is nog best wel mooie ruimte hier achter de trap. Oh, en er komt een dakkapel aan. Ik ben heel gedesoriënteerd, maar volgens mij is daar de straat. Dus aan deze kant toch, daar is de straat. Ja. Dus wij met onze 22 centimeter isolatie hebben dat natuurlijk aangepakt. De gevels zijn namelijk met 22 centimeter isolatie, zoals hier te zien, geïsoleerd. Maar dit stuk, het dak, hebben we met, even denken,
12, 12, 10 was het volgens mij. Met 34 centimeter isolatie geïsoleerd. Daar zit dan bepaalde folie op. We hebben ons laten adviseren door Knauf. Dus dat zal goed moeten zijn. Je komt boven. Je loopt de trap op. Zo. En dan kom je hier. Niet daarop letten, op de zooi. We hebben hier een wand neergezet. Want dit wordt onze slaapkamer. En het is toch wel lekker als je een muur hebt en een deur. Dus hier komt dan een deur te hangen. En hier hebben we dan onze slaapkamer. Geïsoleerd en zelfs al met hout afgetimmerd. Ja, ja. Dan hebben we knieschotten. Daar komen de WTW-leidingen ook doorheen. Dus die moeten nog verder afwerken, want we moeten nog even wat WTW leggen. Maar ja, deze balken hebben we laten zitten. We wilden eerst verplaatsen of zo. Maar laten we zitten, want die gaan we nog gebruiken. En we hebben een dakkapel gemaakt. Ja, ja. Ook afgewerkt inmiddels. Tenminste, hier moet nog gipsplaat op. Maar ze waren op. Dus hier hebben we gipsplaten. We hebben een mooi kozijn met al glas erin. Triple glas. En daardoor gewoon gelijk veel meer ruimte hier en licht. Want er zaten hier amper ramen. Hier, verstopt achter de zooi, zit onze airco. Dat wordt een inbouwmodel. Die doet het erg goed. Het wordt hier snel warm. Dus hopelijk ook koud. En hier is onze warmteterugwinning. Systeem, ding, machine. Die komt hier te hangen. Hier hebben we al een beetje gestuurd. Het ziet er nu heel raar uit, want we hebben dit gisteren gedaan. Dus het is nog aan het drogen. Dus het zijn lichtere en donkere stukken. Van of het nog wel goed of nog niet goed gedroogd is. Maar ja, dit gaan we waarschijnlijk echt bijna nooit zien. Eén keer in het jaar of zo voor onderhoud. Hier komt de WTW-unit te hangen. En hier komt dan een deur voor. En een bed voor. Dus ja, je hoeft er bijna nooit te komen. Dat is alles wat wij binnen in het huis gedaan hebben. Buitenkant is niet zo interessant. Want we hebben daar meer zooi van gemaakt dan dat we iets goeds hebben gedaan. We hebben de riolering vervangen van het huis. Van zeg maar de aanzetting van de weg naar het huis toe. Daarvoor hebben we de hele tuin overhoop moeten graven. En vanwege het uitgraven van de keuken en de hal. Want dat was dus op zand gestort. Hebben we allemaal zand gestort in onze voortuin. Want het liep enorm af. We zitten op een soort rare helling. Dus de tuin is nu één grote zandhoop eigenlijk. Met af en toe een paar plantjes, ook wel grappig. Maar ja, nee, verder hebben we eigenlijk met de tuin hier en daar een beetje gekapt. Dat je er een beetje makkelijker bij kan. Maar we moeten nog heel veel in de tuin doen. Alleen dat is niet prioriteit. Eerst het huis, dan de tuin. Dit is een prachtig uitzicht. Ja. Ja. Ja, dat. En ik denk dat ik verder niet zoveel te vertellen heb over het huis. Ik ben heel benieuwd waar we na 12 maanden zijn. Of we dan een beetje het woonklaar kunnen hebben. Dat is dus onze voortuin. Ja, yeah, I know. Ik ben heel benieuwd hoe ver we zijn over 12 maanden. Over 12 maanden. Ik hoop dat ik er dan woon. Maar als we bij de 12 maanden mark zijn. Of we dan bijvoorbeeld bezig zijn met tegelen. Of dat we dat gedaan hebben. Hoe ver we zijn met stukken. Want deze wanden moeten ook nog met hout worden afgewerkt. Voor het, en dan gipsplaten en dan pas stukken. Dus ben benieuwd. Ik zie je sowieso bij de 12 maanden update weer. Ik hoop dat ik hem ook maak op de 12 maanden. Dus een jaar en niet op een ander moment. Doodles!